elk jaar komt hij dichter bij de top. En waar hij vorig jaar nog vaak zo'n 1,5-2 minuten achter de eerste was, begint hij nu al in de buurt te komen. En zeker op omlopen die wat zwaarder zijn, komt hij goed tot zijn recht. En dan kan hij meedoen voor het podium. En jongens? Ligt het er goed bij? Ja. Ja? S'ochtends is het al vroeg vertrekken. Heel veel spulletjes mee. 2 fietsen. Meestal 4 setjes wielen. En dan kom je aan. Dan beginnen ze met de verkenning. Tussen de verkenning en de wedstrijd is dan nog even de fiets weer snel schoonmaken. En dan uiteindelijk gaat Lars naar de stad toe. En dan is het eigenlijk voor ons wel een klein beetje klaar. Dan loop ik naar de wisselpost toe. Zijn moeder blijft vaak bij hem om hem te verzorgen bij de start. Even de kleren aannemen en dat soort dingen. En dan uiteindelijk als de koers begint, ja, dan kijken als we een keer moeten wisselen, dan wisselen. Rustig blijven, niet te gek willen doen. Even een goede start en dan een beetje opletten dat hij niet al te diep gaat, zeg maar. Dus we hebben net nog gezegd, ook tegen die andere jongen, tegen Pim, van gewoon rustig blijven en niet in het begin al weet niet hoe gek willen doen. Goede start maken en dan even zelf weer in de ritme komen. Kijk, start is belangrijk dat hij wel vooraan komt te zitten. En dan moet hij even gas terug en kijken dat hij meekomt. Nou, succes hè, jongen. Ja. En probeer naar dat groepje daarvoor, hè? Hij reed rond de 12e, reed hij. Hij moet nou in zijn ritme komen en dan wat opschuiven. Hopen we. Oké, daar zijn nu straks er langs en daar naartoe, hè? Kom op, jongen. Oh. Toen hij begon, durfde hij zeker niet in de groep te rijden en was het achteraan. En toen werd het een beetje aan de zijkant en uiteindelijk in het midden van het peloton. En nu, elk jaar komt hij dichter bij de top. En waar hij vorig jaar nog vaak zo'n 1,5-2 minuten achter de eerste was, begint hij nu al in de buurt te komen. En zeker op omlopen die wat zwaarder zijn, komt hij goed tot zijn recht. En dan kan hij meedoen voor het podium. Nou, probeer naar Victor toe, hè? Kom op! Komt hij dat halen? Jawel! Laat ze boven de gat en zo goed zo, jongen! Ja, spannend hè, de eerste ronde als hij bij de start ziet. En dan heb ik hem eindelijk niet meer gezien. Dus dan weet je nog ook niet waar die is. Dus dan is het wel spannend om te kijken waar komt hij. Wanneer zie ik hem weer? Hij is tevreden, dus dat is het belangrijkste. Hij wil de top 10, dus dat is net gelukt. Laske. Nou, goed gedaan, jongen. Thank you.